Ik wou niet ademen. Dus dit is de badkamer. Ik durf niet. Het is vreselijk. Hij vond dat. Oh god, ik ademde. Oh. Yo. What up? Goedemorgen. Ziet er ook lekker frivol uit. Ja, frivol. Vol energie. Ja, zin ook. Ja. Als ik een tijdmachine had, zou ik deze volgende 15 uur overslaan. Want we hebben een vliegreis van 12 uur vandaag. 12 uur? Ja. 12 uur. Ik dacht dat het 9 was. Nee man, het is bijna 12 uur. Oh god. LA, hè. Dus daar gaan we nu heen, Tom en ik. Heb je zin in? Nee, ja, aan zich, ja. Ja, nee. Oh, in het vliegen zelf of nee, de beurs? In de beurs. Oh, oké, okay. Ja, dan wel. Ja, ik heb ook super veel zin in de beurs. Alleen, we moeten nog even 12 uur door. Ik heb 2 Star Wars boeken bij me en een Star Wars comic. Ik heb 1 Star Wars boek bij me, maar die is decanonized. En daar kan hebben? Peter zich niet mee vinden. Nee, precies. Dus die ga ik sowieso niet lezen. Maar goed. Oh, wacht. Chewie! Mag ik een kinderbeweging nou? Wat wil jij? Dit is, klinkt wel lekker trouwens. Nog 1, 2. De kinderbeweging nou. Het is belangrijk. Dus daar gaan we ons wel mee even maken misschien. Of niet. Wat, hoe is het wifi in het vliegtuig? Want ik heb wel Overwatch op mijn laptop staan. Non-existent. Het is KLM, hè? Het is de meest skere vliegtuigmaatschappij. Dat mag wel koninklijk. Je hebt EasyJet en een heel klein stukje eronder dit KLM. Maar nice. De prijzen zijn... Dus. Kijk, palmbomen daar. Nee, dat is een oude man. En dat is Peter. Dat is een band. Ja. DJ, toch? Palmboom. Nice. Hey jongens, we zijn in Los Angeles. Ja. Ja, een beetje een dingetje voor ons. We gaan nu best wel een soort van voor ons... Weet je het wel, als iets terugkomt elke keer? Traditie doen. Traditie, nostalgie, cliché. Hotel. Dan gaan we jullie de hotelkamer laten zien. Maar ja, die is al 6 jaar hetzelfde. Dan gaan we naar de Burger Joint, waar we al 4 jaar dezelfde burger halen als in het land. En dezelfde milkshake. En dezelfde milkshake, maar dat gaan we jullie nu laten zien. Ja. Jullie gaan nu een stukje in de taxi zien dat we LA binnenkomen. Het is wel gezelliger dan hier, dus het vliegveld. Dus dat is meteen die GTA 5 vibe, die komt er meteen in. Of San Andreas. Politiewagen. Kijk dan, de politie. Het is echt, het is geen grap. Ja, nee, maar ook omdat we onder een palmboom staan. Ja, maar die heb je in principe ook in Blijdorp. Ja, maar dat telt niet. Maar goed, we zijn in LA. Yay, en de vlucht was lang, maar oké. Okay. We zijn er. Yay! Stats omhoog, Peet. Hoeveel moet je er doen voordat je strengt 1 stat omhoog gaat? Sexy. Ik ga dit in de video's maken voor gaming. Push me, and then just touch me, till I can get you. Het is veel te zwaar, het is goed voor je hoor. Kijk hoe vet! We hebben gewoon een balkon. We zitten voor het eerst, volgens mij, voor het eerst sinds 6 jaar zitten we met Gamersnet in hetzelfde hotel, maar nu op de 2e verdieping. Dus we hebben gewoon een dik uitzicht. Kijk gewoon hier ergens is downtown. Het ziet gewoon flats en shit. We hebben gewoon een uitzichtje. Maar dit is onze kamer. Dus ik denk we doen even een rondleiding. Het is wel een beetje donker natuurlijk. Omdat ja, anders wordt het poepheet hier. Pete heeft net een moeilijk hard lopen poepen. Dus die is een beetje uitgeteld daar. Ik denk dat hij dat bed heeft geclaimd. Maar hey, we hebben een super mooi kamertje. Want we hebben hier gewoon een zithoekje. Echt een soort... Je kunt hier gewoon gaan chillen bij het raam en er is daar gewoon een fatsoenlijk koffiezetapparaat. Het probleem is wel dat het water is hier echt super vergloord of zo. Dus we moeten misschien mineraalwater gaan halen als we hier gewoon zelfgemaakte koffie willen drinken. Maar goed, we hebben 2 enorme, ik denk dat queen size bedden zijn. Dit zijn queen size bedden en dit is een king size Peter die daar ligt. Dat is serieus de XL uitvoering van Peter. Die hebben we laatst binnengekregen, super vet. We hebben hier een soort van werkhoek met een hele grote televisie natuurlijk. En ik heb mijn laptop al meteen op het internet aangesloten, want zoiets heet een verslaving volgens mij. Dus dan moet je dat even doen. En hier hebben we een soort van entrance natuurlijk. Met een strijkplank natuurlijk. Ik heb al mijn shit midden in de nacht lopen strijken voor niks. Want lak je dus al gewoon een strijkijzer op een strijkplank. En 1 lamp hier. Ik kan echt zieke gewoon horrorverhalen vertellen hier. Ja,
Laat de badkamer even zien. Ja, tuurlijk. Peter wil dat ik de badkamer ga laten zien, omdat hij daar net zijn zaak heeft gedaan. Maar daarom ga ik eerst de gang laten zien, want ik heb verder anders niks. We hebben gewoon een eigen entrance. Oh, ik moet de deur trouwens niet dicht laten vallen, want ik heb nog helemaal geen pasje. Oké, dat is de gang. Oké, dit is de badkamer. Oh god, ik ga je zoveel spijt van krijgen. Nee. Ja, ik durf niet. Ik wil niet ademen. Dus dit is de badkamer. Ik durf niet. Het is vreselijk. Hij is van. Oh god, ik ademde. Oh nee. Oh god. Waarom moest ik dit doen? God is. Dan moet de Jim Carrey van de Nederlandse gaming. Werkt hem. Nee, smeer. Het is echt niet gelukt. Oh. Oh nee, het is echt. Hey, guys, kom eens. Ja, kom eens, guys, je vindt je eigen poep altijd kom. Lekker ruiken. Moet je nou eens even. Doe nou eens ruiken. Nee. Dat is best prima toch? Is goed toeven. Ruik dan. Ruik mee. Is best goed. Oh. Nou, wat is er, Jezus? Ben jij overdreven? Je schrok van de geur. Nou, prima. Dat was echt niet lekker. Oké, okay, first order of business in de VS was natuurlijk het scoren van drank voor op de kamer. En ja, die hebben we. Kijk dan. Je moet dat in zo'n zwarte tas doen, hè? Ja, eigenlijk moet je het brown paper baggen, weet je, dat je het in zo'n super shabby kartonnen zak steekt of zo. Maar dit is gewoon echt tegenover ons hotel, waar we gewoon echt voor best wel cheap ass... Fucking goedkoop. Ik had $24 voor best wel ook Jägermeister en zo. Jägermeister, Red Bull erbij. En natuurlijk ook, er was wel heel veel snoep. Dus we moeten eigenlijk even gaan kijken wat voor gek Amerikaans snoep we allemaal gaan scoren. Ja, ik ben gewoon voor de gewone M&M's gaan. Voor de mensen die weten, gewone M&M's smaken in Amerika beter. Fucking veel lekkerder dan in Nederland. In Nederland zit er een soort minty-achtige nasma. Ja, niet... Ja, het is... Het is een muntje. Het is een... Wouter, ik speel met Pokémon, die weet het. Want die heeft ze gewonnen bij ons vorig jaar. Vorig jaar gaven we snoep weg. Dit jaar... Weet ik nog niet. Nee, ja, we kijken wel. Laat maar weten. Onze goodies wel bij Star Wars. We geven ook inderdaad al onze goodies ook gewoon weg. Hè? Maar dit zijn de vlogs, jongens. Laat ons ook weten wat we nog meer kunnen doen. Wat we nog meer moeten scoren in de VS. We hebben in ieder geval nu al drank van de lijst af kunnen strepen. Next up. Oh, ik wil legale trouwens... wiet. Ja, legale wiet. Ja, want ik heb één ding te melden. Sorry dat zo lang nu. Wij wilden net onze eerste hamburger filmen, maar we zaten zo in de hamburger. Oh, en milkshake. En milkshake, dat is in de consternatie helemaal vergeten zijn. Dus morgen... We eten nog wel hamburgers en we hebben hier 3 foto's. Hoe vet waren die foto's? En door. Ach Tom, weet je nog die tijd dat wij tijdens Dreamhack elke dag vlogs hadden? Ja, vanuit Jönköping. 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 Maar nu zitten we natuurlijk in Los Angeles. The city of fucking angels. Jongens, elke dag vlogs. Ja, nee, inderdaad. Gewoon zolang de E3 duurt, zolang we hier in dit leuke hotelkamertje wat een beetje naar Peter stinkt, zitten, gaan we gewoon elke dag vloggen. Jee. Dus wat wil je weten van ons? Wat wil je zien? Ik wil heel graag weten hoe jij Peter's stank omschrijft in de reacties eronder, toch? Ja. Nee, in de reacties eronder. Dus ik wil dat je het context doet. Met een noot van. ik proef een ondertoon, ja. En een mucus van... Ja. Ik zou het niet weten, maar... Morgen gaan we naar de persconferentie van Electronic Arts en Bethesda. Dan worden ze eigenlijk de eerste E3-dag, terwijl de E3 er eigenlijk nog niet begonnen is. Nee. Maar stel, heb je nog vragen over games die getoond gaan worden op de persconferentie of op de beurs? Je kunt heel ons schema zien, je kunt heel onze voorbeschouwing zien en je mag ons natuurlijk altijd laten weten wat je wil weten of als je suggesties hebt voor de vlogs van hey, wat wil je zien, dan mag je allemaal doorgeven en dan gaan wij ermee aan de haal. Ja, via hashtag GNE3 of E3@gamers.nl via de mail. Morgen zijn we terug met een nieuwe vlog. Hoe vind je dat? Dagelijkse vlogs! Yeah. En dat is de stad, jongen. Dat is de stad. Dat is de downtown. Kijk, daar! Dat is, daar heb ik ooit een helikopter geland en toen ben ik van dat gebouw afgesprongen met een parachute en toen heb ik opeens van 12 mensen weer geschoten.